Soms zeggen mensen van achteren fotograferen is eigenlijk helemaal niet zo spannend. Maar ik vind dan de ruggen soms ook best heel interessante dingen vertellen. Normaal gesproken doe ik dat heel stiekem. Maar dat gaat nu niet. Maar als u wilt dat ik ze delete, doe ik dat gewoon. Maar doet u maar net of u me niet ziet, oké? In het atrium van het stadhuis is tot en met 9 augustus de zomerexpositie Strand in de Stad te zien. De foto's zijn gemaakt door 3 straatfotografen die ieder het Haagse strandleven op eigen manier laat zien. De expositie in het atrium is ontstaan vorig jaar hier in de zomer toen ik zelf hier exposeerde. De beelden die ik toen hier exposeerde, 20 stuks, die waren gemaakt om buiten te staan en die konden heel lang blijven staan. Toen heeft de Stichting Atrium mij benaderd met de vraag van joh, heb je die beelden nog en zou je die anders bij ons kunnen exposeren? Guido heeft 2 andere fotografen gevraagd om ook hun foto's tentoon te stellen in het atrium. En juist omdat we ieder ook alle 3 zo'n eigen signatuur hebben, ontstaat er een heel leuk beeld, een heel gevarieerd beeld van het strand en het boulevard en de pier. Soms zeggen mensen van achteren fotograferen is eigenlijk helemaal niet zo spannend. Maar ik vind dan de ruggen soms ook best heel interessante dingen vertellen. Wat is er zo leuk aan strandfotografie? Dat er altijd wat gebeurt hier. Mensen zijn vrolijk, zijn blij, ze zijn vrij. Ze zijn met vrienden of ze maken een wandelingetje met de hond. Er gebeurt gewoon veel en het is elke keer weer anders. Als je hier omlaag kijkt, van bovenaf fotografeert, het licht is heel mooi op dit moment. En ook hierin kun je weer hele mooie tafereeltjes ontdekken. Aan de expositie is ook een wedstrijd gekoppeld waar iedereen aan mee kan doen. Als mensen op het strand in Den Haag zijn, hoeft niet alleen hier te zijn, kan ook op het Zuiderstrand zijn of bij Kijkduin. En ze maken een foto, dan kunnen ze die posten op Instagram of Facebook en een hashtag gebruiken. Hashtag Haagse strandfoto. En daarbij ook de tag @atriumdenhaag. En dan doen ze mee aan de wedstrijd. En waar moet je op letten als je strandfoto's gaat maken? Let op het schermpje van je camera. Dat is vaak slecht te zien met veel licht. Zeker als je midden op de dag bent. En als je een camera hebt met een zoeker, is dat echt heel fijn op het strand. Want je mist veel als die zon op dat schermpje schijnt. Ga vaak terug op verschillende momenten van de dag. Het licht is altijd weer anders. En blijf lang hangen op één plek. Want soms maken mensen maar 2 foto's van een bepaald moment. Maar als je er gewoon een stuk of 20 maakt, heb je meer keuze. Bereid je erop voor dat je ook gewoon heel veel baggerfoto's maakt. Dat maakt je geen slechte fotograaf, maakt je eigenlijk misschien wel een goede fotograaf.